Het is feest bij voetbalvereniging KMD, want het vrouwenvoetbal bestaat er al 50 jaar. De Wateringse club is sinds 1974 een voorloper geweest in het Westland als het gaat om voetbal voor dames en meisjes. KMD! Dus vandaag hebben we echt een mooi jubileum. En we hebben, zoals jullie al ziet, we zijn bezig met de warming-up van dames 1. We spelen een wedstrijd tegen Monster, belangrijke wedstrijd, de nummer 4 tegen de nummer 6. Dus wij gaan proberen die aansluiting te behalen. En daarna hebben we nog tal van activiteiten. Nou ja, het is, vroeger was het wel minder populair, damesvoetbal. En je merkt wel dat er nu steeds meer aandacht voor komt. Je hoort dus ook wel steeds meer dat steeds jongere meiden interesse hebben in voetbal. Dus het ontwikkelt wel meer. De laatste jaren is er bij het vrouwenvoetbal van KMD, naast recreatie, ook steeds meer ruimte voor prestatie. En ik ben gestart bij de meisjes en dat was echt een leuk één team, één meidenteam. Dus echt van, zeg maar, als je met je achtste kwam, dan zat je in dat team. Kwam je op je twaalfde, dan zat je ook in dat team. Dus gewoon echt op een trainingsveldje met veel modder en gewoon een hele gemêleerde in leeftijd gezelschap. Hoe was dat bij jou? Ja, ik was denk ik een jaar of 8, 9 en toen begon ik ook. Ik was toen nog het enige meisje van mijn leeftijd, dus ik begon in de F3 met de jongetjes. En toen langzamerhand kwamen er steeds meer meiden bij en denk rond mijn 10e jaar werd het ongeveer echt een meisjesteam. Ja, damesvoetbal is bij ons ontzettend belangrijk. We geven er heel veel aandacht aan. We vinden het belangrijk dat ze er zijn. En we zijn heel klein begonnen natuurlijk, maar inmiddels ik denk 20% van onze leden zijn gewoon dames. En daar zijn we heel trots op, want die maken de vereniging zoals wat het nu is. Eigenlijk niemand in de familie voetbalt bij ons, maar vroeger als klein kind ik had wel echt interesse in voetbal. Dus, Voor mij persoonlijk is het een beetje de afwisseling tussen het ruige en het stoere van het spelletje. En dat je dan na afloop met z'n allen in de kleedkamer even de haren gaat stylen, make-upje opdoen, lekker rozeetje drinken. Het is gewoon die combinatie vind ik eigenlijk het leukste. Ja. Want de kleedkamer is volgens mij van de dames wel een beetje aangepast tegenwoordig. Hè? Ja. Hoe zit het? Ja, inderdaad. Je kan nu, ze hebben stopcontacten waar je föhn in kan doen. Extra spiegel geloof ik gedaan. Het was wel echt nodig. Het geeft sowieso veel sfeer. Als je kijkt in de kantine, er is veel meer reuring. Dan denk ik wanneer het alleen maar mannen aanwezig zijn. En als we dan vanavond weer een feest hebben, het zijn toch de dames die weer als eerste de dansvuur op gaan. Dus dan gaat het echt wel bruisen. Ik vind zeker als je het vergelijkt met vroeger, dat er echt wel een hele goede opmars is. Als ik het ook vergelijk dat we toen één meisjesteam hadden hier bij KMD. En als je nu ziet, ja, echt, je hebt een JO15, JO13, JO11 en zo door. Dan is dat echt al een hele goede slag gemaakt. We'll be right back.